Er heerst grote ontevredenheid binnen de brandweerorganisatie. Tijdens een vandaag gehouden persconferentie is aangehaald dat er ontevredenheid heerst over de splitsing in de bond, maar ook over het niet nakomen van afspraken die zijn gemaakt met de minister van Justitie en Politie. Romano Sandgrond, tweede penningmeester van de Bond van Personeel bij de Brandweer Suriname, BPBS, zei dat er sprake is van zware demotivatie binnen de organisatie. Ze zitten hier en ze zitten te kijken wat er gebeurt met hun zaken. Er is heel veel aangegeven hier door de bestuursleden. En de gemeenschap moet weten dat de mat echt vol is. En we gaan dit niet meer accepteren. Laat de minister dat duidelijk weten. Omdat als wij dit telkens accepteren, dan komt er geen oplossing. Hoe wil je dat de mensen gemotiveerd zijn als ze 10 jaar in dienst zijn en ze hebben niet eens een bronzen speld gekregen? Hoe wil je dat die mannen gemotiveerd zijn en die mannen moeten hun patjes kopen wanneer ze bevorderd zijn? Hoe wil je dat? Het kan niet, het klopt niet, het hoort niet zo. En de minister heeft geen kennis gemaakt met de brandweer, zegt al veel. Wij gaan geen blad voor de mond zetten. En de minister moet duidelijk weten dat hij ons moet ontvangen. Dat willen we hebben. Het is geen bedreiging. Maar we willen de minister op attenderen dat wij een belangrijke organisatie zijn. We zijn een te belangrijke organisatie. Ja? En als we brieven schrijven als behoorlijk bestuurders en er wordt niet gereageerd, dan begrijpt u die frustratie. We willen ze niet onaangenaam zijn, maar laten ze ook respect voor ons tonen. Want wij hebben ook onze gezinnen. Ja, mensen moeten betalen voor hun medische zaken. Het kan niet, het klopt niet. Mensen moeten bijbetalen voor allerlei zaken. Als je binnen de regio gaat, dan kan je zien hoe ze de brandweerorganisatie op handen dragen. Maar hier in Suriname, dan moeten we vechten. Maar wij moeten de mensen in nood gaan helpen. Ja? Wanneer het om die brandveiligheid gaat en die hulpverlening, dan zijn wij de toonaangevende organisatie. De ontevredenheid in de bond heeft volgens Rafael Deekman, vertegenwoordiger van de leden en shopstewards, te maken met het niet erkennen van leden van het dagelijks bestuur. Ook zou de voorzitter van de Brandweerbond onder andere niet zijn ingegaan op verzoeken van leden voor het uitschrijven van vergaderingen. We hebben meer dan 50 leden van de Brandweerbond, de BPBS, hebben een vergadering aangevraagd. En de statuten zeggen, artikel 11, lid 3, het bestuur is verplicht op schriftelijk verzoek van 50 leden binnen een maand na ontvangst van het verzoek een algemene ledenvergadering uit te schrijven. In het verzoek moeten de onderwerpen zijn vermeld die de verzoekers behandeld willen zien. Het bestuur is bevoegd een dergelijke agenda aan te vullen. Indien, lid 4, indien het bestuur in gebreke blijft binnen het gestelde termijn, een vergadering als bedoeld in het vorige lid uit te schrijven, kunnen de verzoekers, de leden die de vergadering hebben aangevraagd, de vergadering zelf beleggen, ter behandeling van de door hen in het verzoek opgegeven onderwerpen. Besluiten hierop betrekking hebbende genomen door de aldus belegde algemene ledenvergadering, hebben dezelfde rechtskracht als besluiten genomen in een vergadering onder leiding van het bestuur. Mits aan het gestelde in de statuten en het huishoudelijk reglement ten aanzien van vergaderingen en de besluitvorming is voldaan. Dat is voor mij duidelijk. En nota bene hebben we iemand van het dagelijks bestuur hier die niet gekend wordt. De ontevreden brandweerlieden zeggen ten alle tijden netjes te willen blijven.
Ze verzoeken daarom de beleidsmakers gehoor te geven aan de problemen waarmee ze kampen.